bij de juwelier langs, hè? Want ik heb natuurlijk mijn ring laten maken, mijn trouwring. Goedemiddag. Hi. Goedemiddag. Ik ga hem ophalen. Ja, mijn trouwring. Ja, die heb ik helemaal gemaakt. En bij de Pandora Store. Dit is hem weer. Oh, wow. Ja, die glimt ook weer, hè? Helemaal als nieuw. Prachtig. Kijk dan. Mooi, hè? Die was helemaal als nieuw. Die was al 3 jaar stuk. Kijk, maar dat kan je niet meer van weekend. Nou, die, ik zal hem gelijk eens even om. Pas hem even. Okay. Ja, deze even weg. Ik kan het even goed zien. Nou, fijne dag. Ik doe hem wel aan de andere hand. Want ik heb natuurlijk die mooie Ixie gehad van Jurgen hier. Oh ja. Voordat we naar Spanje gingen, ja, weet je nog? Ja, klopt, dus ja. Dus daar. Maar ik heb hem nu laten maken. Kijk. Kijk, en hoe zit het weer? Ja, heerlijk, top. Of niet? Ben je getrouwd, hè? Ja. Mooi, hoor. Ja, zal ik jullie wat vertellen? De ring komt hier ook vandaan. Kijk. Want dat wij Jurgen en ik ooit gingen trouwen, hebben wij hier bij deze jullie de ring gekocht. En hoe lang geleden is dat? Dat is wel heel lang terug. Ja. En nog steeds mooi. Ja. Kijk, gelukkig. Dus het is natuurlijk dan wel heel ontzettend mooi dat die bij jullie zo gemaakt is. Want hier zaten 2 steentjes in en die gaan er elke keer uit. En daar hebben ze nu van die hele mooie goudklompjes op gezet. Ze kunnen wel alles, hè? Helemaal top. Alsjeblieft, helemaal goed. Dankjewel. Dan kan ik hem weer met vreugde dragen. Precies, te dragen. Kijk, daarom. En snel ook, hè? Ze hebben het snel geregeld. Ja, heel snel. Ja. Blijft het hier. Nou, daar gaat hij, hoor. Pas op. Ja, ik schrik me dan. Alles zit er nog in. Ja, het is goed gemaakt. Goeie kwaliteit. Goeie kwaliteit. Jeetje. Laat ik hem nog vallen ook. Oh, verschrikkelijk. En hij past nog. Maar kijk, die is ook zo mooi. Ja, ik zag hier van, ik zal het even laten zien van Ixie. Kijk, dan heb je dus dit. Die kan je dus helemaal zelf samenstellen. Je kan dus apart van die... Van die ringetjes eigenlijk doen. Dan kan je dit dus open draaien. En dan kan je hem zelf helemaal samenstellen. Dus je kan zeggen, ik wil graag deze met die zwarte rosé en die. En dan wil ik ook nog graag deze. Dan krijg je dus gewoon een samengestelde ring. Dus dat is wel super leuk natuurlijk. Kijk, je kan hem helemaal maken zoals je zelf... Oh, kijk, hier staat het. Kijk, dat is zo'n buitenring. Dan schuif je alle ringetjes omheen. Draai hem dicht en dan heb je gewoon je eigen ring. Je kan andere doen, kijk, je kan zilver, huppakee, paar eromheen. Nou, superleuk. Dank jullie wel. Ja, dank jullie wel. Doei. Ben jij aan de bus? Er wordt even een oorbelletje geschoten bij een meisje. Maar dit is... Nee, dit is wel top, hè? Maar ja, gewoon bison. Bison juwelier. Gaan we naar beneden? Ja, is goed. Want, Want? Ik had ook nog een paar schoenen gezien. Dus sinds ik nu van de hakjes ben... Je hebt helemaal gevonden, hè? Ja, dan wilde ik toch nog eventjes... even opletten. Even stap. Oeh! Ik vind het zo eng op zo'n roltrap, hè? Ik helemaal niet. Ik vind het echt verschrikkelijk. Dus we gaan nog even kijken voor hakjes. Ja, ik heb hele leuke korte laarsjes. Nou, ben weer benieuwd. Kijk eens even. Ik vind een mooie punt ook, hè? Ja, hè? Ja. Ik dacht... Lekker in de glim. Ja, in de glam. Maar ik dacht, ik heb al zwerden, ik heb leren en dan heb ik ook nog lak. Van alles wat? Je kan ze maar in je kast hebben. Toch? Wij hebben onszelf verplaatst naar Amsterdam. En yes. We hoorden dat er een demonstratie is, maar we gaan dit keer niet kijken. Nee, maar we zijn naar Ganzenhoef. Ja. En daar hebben wij altijd op de markt gestaan. Jullie. Dus we gaan eens even kijken of we nog wat bekenden zien vandaag. Vast wel. Oh, de frituur staat hier alweer aan. Hartstikke leuk. Yummy, yummy. Hij staat er ook nog steeds. Dan lopen we straks even langs. Ja, is goed. We gaan eerst deze kant op. Helemaal uitgebreid. Lekker feestje, lekker gezellig muziek erbij. Ja. Wat leuk. Nou, dat vind ik wel heel erg leuk. Hier ben ik nog nooit geweest. Ja, dit is zo'n gezellige markt. Ja? Dus onthoud het, mensen. Zet het in je dingetje. Ganzenhoef. Hoi. Ja, daar gaan we. Bekende. Alles goed?
even kijken. Ik kwam natuurlijk alweer een keer bekende tegen. Ja. En? Ja, en wat? Stond hij altijd hier? Deze reis helemaal. Ik heb geen idee. Die kant op? Even kijken, want het is... Of die kant op? Die kant op. Kijk een reiger. Hoe is het met jou? Ja, goed hoor. Kijk een reiger. Ja. Alles goed? Die staat hier altijd. Hij had altijd een hekel aan, want die scheet altijd een heleboel onder. Ja. Maar van de buurt. Kijk ze die kijken. Die krijgt natuurlijk een lekker stukje kippie. Ja. Hey, kippie, hoe is het? Dat is hier, hè? Alles goed? Ja. Lekkere stukjes kip. Ja. Staat ze ouder. Hoe is het? Lekker, lekker liggen. Staat ze? Oh, die stond er naast jullie hier. Ja, Aurora altijd. Stond wij naast haar, hè? Want ja, zij staat al zo lang op de man. We gaan gelijk aan de alcohol. We hebben dit gekregen. Wat is dat? Jammer wees. Nou, dan kan ik niet meer rijden straks. We staan hier, of jullie staan hier bij Glensbitter of Gaanson Hoefmarkt. En jullie staan dan voor het kraamfeest van Proost Glensbitter. Glensbitter, een van de beste producten in Nederland. Zowel ook alle markten in Amsterdam. Ja. De slogan is, de basis is de natuur en de beste kuur op den duur. Dan ben je helemaal op temperatuur. En als je stout bent, ga je achter het stuur. En dan krijg je de kuur. Ja. Ik zal jullie even laten zien. Bloedzuiveringskruidenbitter. Ja. Dus mochten jullie nou van alles willen weten over natuurproducten en dergelijke, ga dan naar Glens. Kijk, we hebben een formuliertje meegekregen. Hij is de beste Surinaamse kruidenkenner. In geheel Europa. In Europa. Ja, geheel Europa. Geheel Europa. Dus wil je nou heerlijke lekkere Surinaamse kruiden of heb je wat vragen, kom dan eventjes naar. Ja, heb je last, waar je ook last van hebt? Glenn heeft er iets voor. Ja, eens wat leuke schoenen. Allemaal, oh, ik vind deze zo leuk. Maar ja, ga je hiermee lopen in Bloggos? Nee. Deze vind ik ook heel leuk. Maar ja, ga je ook hiermee lopen in Bloggos? Maar wel heel erg leuk. Kijk, we zijn natuurlijk helemaal into de hakjes. Dat is ook mooi, hè? Chic. Glitters. En ze hebben ook van die leuke gimpen. Ze zijn helemaal nieuw. Deze zijn allemaal nieuw binnengekomen. Superleuk. En ik vind die zo leuk. Die zijn echt heel leuk. 20! Top! Oh, 20! Leuk hè? Wil je ze hebben? Krijg je ze van mij? Zal ik ze even passen? Ja? Als ze mijn maat heeft. Ja. 43 heb je toch? Ja. Nee. Wat voor maat heb je ook 38. Weer? 38. Heb je 38 nog? Nee. Nou kijk, die Demi. Ze zijn wel heel blitz hè, deze. Ah, maar die zijn wel heel goud. Ja, dan vind ik die andere leuker. Als je goud uit hebben ze ook nog in zilver. Zilver, ja. Wat vraag je? Dan gaan ze... Leuk, toch? Ja, ik vind ze super leuk. Super. Hè? Ja. Vind ze super gaaf. Dankjewel. Nou. Op naar het moment van de waarheid. Gaan ze mee of niet naar Spanje? Oh, leuk. Mooi, mijn pleister. Die andere die ook hier staat. Hij is er niet nou. Superleuk. Show's eens even. Oh, erg leuk. Ja? Ja, ik vind ze heel erg leuk. Meenemen. Heel stoer. Ik zou zeggen, maak de adoptiepapieren maar klaar. Dus, ze hebben hier ook hele leuke herenschoenen. Het is echt een superkraam. Hier kocht ik altijd mijn schoenen, Dave. Ja? Ja, leuk hè? Ik vind ze echt wel stoer hoor. Ja, toch? Ook wel met zo'n jurkje, weet je wel. Die nemen we mee. Leuk, goedgekeurd. Ja, heel leuk. Superleuk.
Dankjewel. Alsjeblieft, schat. Super leuk. Nou, hey, weer een paar schoenen gescoord. Hoe leuk is dat? Zo kan het gaan. Daar heb je van de bakker. Kijk eens hoe mooie bakkerij ze hier hebben. Ja. Zie je dat? Ze staat hier mooi, ook al heel netjes. Ja? Ja, hier haalde ik altijd heel veel brood. Gaat niet. Oh, ik kan wel lekker broodje meenemen voor vanavond als ze brood eten, toch? Ja. Doe ik dat gewoon. Dus we hebben al lekker brood gescoord. Zal ik nog eieren nog meenemen? Voor de rest van de week? Doen we dat zo? Ja, doen we zo wel. We lopen eerst een rondje. Ja. En ik wil ook eigenlijk wel viskibbeling. Ja. Hebben ze dat hier? Ja, hier. Gebakken. Kijk, en dan haal ik even lekker de haring bij de favoriete visboer natuurlijk, hè? Ja. En ik ook zijn zo lekker. En er komen nog lekker bekjes aan. Twee voor mee naar huis. En eentje ga ik lekker nu opeten. En de andere twee die nemen we mee naar huis om vanavond lekker op te eten. Precies. En jullie weten vast nog wel dat ik dat promotiefilmpje had gemaakt. Met al die lekkere vis op de markt. Nou kijk eens waar we zijn. Hier zo. Kijk dan hé. Dus als jullie natuurlijk verse vis willen en je wil echt iets exclusiefs. Dan hebben ze hier echt alles hoor. En hier, moet je hier eens kijken wat hier allemaal staat. Dat is gewoon echt niet normaal wat ze hier voor, hey, hoe is het? Wat een keur aan vissen hier hebben. Dat is echt, kijk eens die salamoten. Kijk, wil je nou echt wat lekkers? Dan moeten jullie gewoon hier naartoe komen. Eindelijk gekomen. Eindelijk. Bijna bevroren, maar we zijn er. We moeten die kant op. Welke? Die kant op. Er twee rijen. Oh ja. Vanwege de anderhalve. Zal ik die tas vasthouden, dat jij kan eten? Doen we nog even een rondje en dan ga ik ondertussen even mijn lekker bekkie eten. Oh, en die smaken wel heel erg lekker hoor. Woehoe. Nou, kijk eens. Ik kan amper kip, eieren. Kip, eieren, schoenen, brood en tandpasta. En dan gaan we lekker vanavond een lekkere broodtafel maken. Ja. Met gebakken kipje kunnen we er wel bij doen. En vis. En vis. Vis ook. En een lekker eitje erbij. Zit de vis er nog in, of niet? Zit op het brood. Oh ja, die zit er nog in. Die heb ik. En ik ben wel blij dat ik naar de auto ga, want het is heel erg koud. Yay! De tafel is voor jullie. Lief, omdat jullie zo... Kijk eens even. Lekker. Zo keihard weer alles gedaan hebben. Ik zat net op Facebook te kijken. Zie ik zo in één keer dat een andere stukje door onze foto's gebruikt. Niet. De promotie, ja, kijk. Niet! Kijk, ik zit zo te kijken. Dit is toch in Spanje? Jo. Zie je dat? Echt? Ja. Heb je ook een stukje gestuurd? Nee. Ik heb het in de stucadoorsgroep gezet. Oh my goodness. Maar kijk, positieve mind. Kijk eens. Kijk eens even. Vers brood, eitjes, lekker beleg, vers visie, verse kippie, biertjes, hartstikke idee. Stapeltje aan. Kunnen we eten? Even snel omkleden. Aan ja. Tafel! Dat is de historie, of niet? Dat vind ik lekker zijn nu, hè? Lekker? Denk je waar die vandaan komen? Gans joh. Oh. Nou, eet smakelijk. Dankjewel. Eet smakelijk. En geniet ervan. Wij hebben onszelf geïnstalleerd voor de film. Welke film gaan we... Oh, wat heb jij? Voor de film? Jij wel niet? Nee. Cookie dough. Ben & Jerry's. En het is al zo koud. Ik hoef geen ijs. Nee, onder deks valt al mee. Maar wij gaan zo even een filmpje kijken. James Bond. It Bond. James Bond. Heb ik nog nooit gezien. Dit wordt mijn eerste keer James Bond film. Jij kijkt sowieso nooit van die echte films die iedereen heeft gezien. Nee, dat klopt. Ook geen Harry Potter en nee. Geen James Bond. Nee, ook niet The Game of Thrones. Ook niet, hoe heet die met die sminkel? Lord of the Rings, allemaal dat soort onzin. Star Wars? Nee, ook niet gekeken. Star Trek, ook niet gekeken. Nee. Nou ja. Ik hou er niet van of zo, weet ik niet. Weinig fantasie.
sowieso vind ik die James... Ja, ik weet het niet. Nee, trek me niet echt. Lekker? Heerlijk. Nou, goed zo. Dan gaan wij maar even een filmpje kijken. Ik word ontgroend in de James Bond. Misschien denken mensen, oh my... Dat is ook de eerste, dus jouw eerste en de laatste ooit, de James Bond die komt. Ja, ik kijk meteen de laatste. Ja. Is dit de laatste, ja? Ja. Komt nooit meer? Dan komt hierna geen James Bond meer. Nooit, niet meer? Nee, nooit, goed is niet. Nooit, 007? Nope. Nou, dus dan ben ik nog net op tijd. In ieder geval niet met Daniel Craig. Nee? Nee. Zo heet die acteur. Daniel Craig. Ja. Ik dacht toen ik het zag, Daniel Craig, dacht ik eigenlijk aan, hoe heet hij nou ook weer? Craig David, nee? David Beckham. Nee, nee, die zanger. Craig David heet hij volgens mij. Craig David? Ja. Nee, die ken ik niet. Nee? Nee. Nou, dan weet ik niet of hij wel zo heet. Denk het niet. Denk het wel. Volgens mij heet hij zo. Even snel googlen. Nee? Ken je niet? Nou ja. Ik ken dat nummer wel, maar hem ken ik niet. Oh, je kent het nummer wel? Ja, ja. Ja, dus je wist wel dat het... Oh, je wist niet dat het Craig David was? Nee. Aha, oké. Okay. Nou, het is in ieder geval dus Craig David. Hm. En jouw acteur wat? James Bond was? Daniel Craig. Daniel Craig. Volgens mij, nou ben ik zijn naam kwijt. Volgens mij is Daniel Craig. Volgens mij ook. Ja. Maar wij gaan een film kijken. En jij gaat ijs eten. En dan hoop ik dat jullie een duimpje mogen doen, want woensdag wordt echt een hele leuke vlog. En dan worden jullie ook een klein beetje op de proef gesteld. Dus ik zou echt zeker weten kijken. En we gaan weer onderweg naar Spanje. Dus vrijdag wordt de allereerste Spanje vlog. Dus druk even op het knopje van abonneren. Ergens op ons profiel. Doe even een duimpje omhoog. En dan zien we jullie woensdag weer. Doodles. Doodles.